Het was het einde, dat doet de deur dicht. Nee, die is leuk. Daar zijn geen woorden voor. Nou, wij hebben me toch een verrassingstrip gekregen van onze mannen en kinderen. Nou, hou je vast. Je zal maar zulke kinderen hebben. Ja, ik bedoel. Proost. Oh, ze moet eerst een slokkie. Zo'n zin in een verrassingsdag. Let's go. Zo, nou word ik eens weggebracht zonder dat ik hoef te vliegen. Kijk, hij lacht ook heel blij nu. Hij is blij. Ik ga niet ver weg en het is allemaal veilig. Ik weet niet wat we gaan doen. Kijk, ik heb helemaal rode koontjes van de opwinding. Ik ben benieuwd. Nou breekt mijn klomp. Nou eens eventjes wie hier ook staat. Nou ja, wat een gekkigheid. Kijk nou, kijk, en we zijn hier helemaal bij het havenbedrijf. Daar moesten we dus zijn, want een rondleiding. Nou, kijk, en we zijn hier ook bij Hotel New York. Wat is dit nou? Ik heb geen idee. En Mariah weet het ook echt niet. Ik kreeg deze kaart. Ja, ik kreeg ook een kaart. Mariah, vandaag loopt het even anders dan. Ja, ik hetzelfde. Niks. Kijk eens. Oh, kijk eens. Nou, ik geloof dat we een toertje gaan maken. Ik geloof daar niks van. Dat is echt voor jullie. Hoe leuk is dit? Wat een verrassing. Nou, wat is dit, joh? Wat ons gebeurt, weet ik niet. Kijk, joh. Zie je dat? Ja, we kunnen er nog steeds niet bij dat het van ons is. Nee, maar nou. En kijk, je ziet hem nog een beetje op de achtergrond. Het is gewoon, ik dacht, het gaat alleen als de majesteit komt. Maar nou was die voor ons. Nou, ik kan het nog niet. Hier. En daar lopen de mannen, die zijn de partners in crime. Oh, oh. We hebben een puzzeltocht. En dit zijn enveloppen 1 tot en met 6. En je begint met 1. En als je die opdracht volbracht hebt, dan mag je pas opdracht 2 doen. En nou, zo gaan we verder, tot 6. Nou, dat is dan ons. Mogen ze ons bellen? Dat heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Mogen jullie bellen om raad? Ja, ze mogen wel appen, maar of het zin heeft, weet ik niet. Dit is de trog voor onderweg. Ja, met allemaal. Met allemaal lekker. Kijk nou. Nee, kijk. Joh. Kijk nou. Als die brieven vermeld staat, dan moet je vloggen, dan wel een foto sturen en dan pas mag je nummer 2 openen. Hey, okay. En weet jij waar Moordrecht ligt? Nee. Hier, dit is de brief en Lieveke heeft hem net voorgelezen. Nou, eerste bestemming is Middelweg 20B in Moordrecht. Nou, buckle up. You girls. En dan dit. Wist je dat de paashaas eigenlijk een vogeltje was? Kijk wat er staat. Het is wennen, maar samen kennen we dit. Kijk, nou ik hoop het. Ze kennen ons nog niet. Dag schatjes, die kant op. Nou, daar zitten we dan. We zijn een beetje in flabbergastness. Ja. We zitten, ik zou gaan varen met de kinderen. En dat is al drie maanden geleden afgesproken. En ik en zou jij met Annie met haar werk. En dan ging we in huis. Hoe heet dat nou? Hotel New York. Ik heb al nooit zo'n leuke verrassing. Ook al, dit is al leuk. Darlings, daar zijn we dan. Golden Girls on the go. We hebben to go. We gingen even naar binnen om te plassen. En toen kwamen we erachter dat hetzelfde kleur logo hebben als Albert Heijn. Toen vragen we, hebben jullie ook plantjes? Ja, hebben jullie ook plantjes? We zijn helemaal flabbergasted. Echt waar. We zijn dat het zo ontzettend leuk, nog nooit meegemaakt. Nee, ik sta niet jou te filmen. Ik sta aan mij te filmen. Ik sta te vloggen. Hij denkt dat we het denkt. Hij is hem staat te filmen. Nou, dat is nogal wat, hebben we toch? Nou, die twee criminelen, die gaan we gauw verlaten. Dag! Ja, schatjes. We zijn hier. We zijn een beetje in... dan denken we, is dit McDonald's? Ik denk het wel. Ik denk het ook, ja. Maar we hebben niet gevraagd of dit nummer 20 is. Ja, maar dit geeft het aan. Dus dat kan niet anders.
Wat moeten we nu niet doen? Zo teleurgesteld kijken. Je moet gaan vreten. Volgens mij moeten we gaan vreten. Geef het even door. Oh nee, kaart nummer 2. Ja, kaart nummer 2. Nou, dan gaat envelop nummer 2 open. Want wij weten nou niet wat we moeten doen bij McDonald's. Ik heb geen idee. Lekkere friet met mayo. Ruikt goed, hè? Tank even bij in een McDrive met een lekkere vega burger. Happy Meal. Wist je dat het onmogelijk is om te neuren als je adem inhoudt? We gaan het proberen. Nee. Deze reis moet ik dus in mijn eentje vervolgen. We gaan lekker een vega burger halen. Yes. Een lekkere milkshake. Yes. Ze weten wel wat we nodig hadden. We zijn bij de Winton. Ja, we gaan hier slapen, denk ik. Nou moeten we de nieuwe envelop. Maar we gaan even niet meer eten. Appelmoes met een kers, wil ik. Ja. Nummertje 3. Yes. Nou, daar gaat hij. Appelmoes met kers hebben we op, hè. Zit de sfeer er nog lekker in? We gaan naar de Hoenderloze Weg 50 in Uggelen. In Uggelen! We gaan naar Uggelen! Daar gebeurt het! Waar de hek is Uggelen? Ja, daar is Annika op vakantie geweest. Maar... En die zegt dat het allerleukste van de wereld is. Okay. We gaan naar Uggelen! Hey, wacht even. Wist je dat de olifant het enige zoogdier op aarde is dat niet kan springen? Nee, ja. Ik dacht dat ik het was. Ja. Uggelen! Ja, Uggelen, place to be. Ik zat bij de Hamermolen. Daar rij je als het goed is langs. In Uggelen. Dat staat op iedereen zijn bucketlist. Kijk, ik heb envelop 4 hier, maar ik weet niet of we hem al mogen openen. Zullen we wachten even. Nee, je moet even afwachten. Nee. Je ziet wel weer wie er van alles niet heeft in te brengen. Nou. For Christmas is you. We mogen, zegt Annika. Nou, vertel. Nee. Dit pannenkoekhuis is ook nog niet het eindstation. Oh. Nog even volhouden, girls. Neem anders nog een lekker nootje. Nu, een weetje van de dag. Wist je dat een kakkerlak ieder kwartier een scheet laat? Nou, daar kan ik wel wat bij. Nou, ik denk al. Je lijkt een beetje op een kakkerlak. Ook dat ik jij het al zag. Oh, Apeldoorn. Nou, hier go. Nou, gas. We zijn nu. We zijn bij de Braamhof. Wat dicht is. Kijk, even laten we asperges gaan plukken. Nummer 5. Nou, we hoeven geen asperges te plukken. Dat is alweer een opluchting. De Zanden, 61B in Teugen of All Places. In Teugen, nou dat doet me aan wijn denken. Slaapfabriek. De slaapfabriek. Nou, die weet heel goed wat we nodig hebben volgens mij. Zou dat het zijn? Ik zag Vliegveld Teugen staan. Vliegveld Teugen, nou god, ik heb mijn brevet niet bij me en ook mijn paspoort niet. Kijk eens hier, joh, die hebben zo'n tipi of hoe heet zo'n ding? Nee, waar zijn we in godsnaam beland? En je had er daarin gemoeten, popje. Ja. Fijn, hè? We zijn ook een beetje te oud voor zo'n lange reis. Ik heb een kaartlijst erbij me. Hotelsuites, kijk dat nou. Dit zou het waar wezen? Helemaal hilarisch. Nee, joh. Nee, dat kan niet. Ik heb nog nooit van gehoord van zoiets leuks. Ik ook niet. Oh, daar staat hij, hoor. Oh, onze nieuwe captain. Nou? Wat is dit nou? Zouden we er zijn? De hangar. Oh god, wat is er gebeurd? De bestemming is links van je. De Zanden 61B. Nee, joh. Nee, joh. Oh, kijk, daar staat iemand in een rode jas. Ja. Wat is er nu al verdwaald? Van de KLM. Nou, dat weet ik niet, eigenlijk. Girls on tour. Ja! Leuk. Ja. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik weet het heel goed. Oh, envelop 6. Dit is de laatste envelop, de grote ook. Wat is het? Wat is dit nou? Kijk nou, die kinderen van ons. Oh, dat zijn al onze kuikens. Oh, kijk nou, Jeroen en Fer. Dat zijn onze placemats. Wat zijn dat? Oh, lieve Godiva en Mariah. De crew. Boarding time.
De crew van vlucht GG1412 heet jullie van harte welkom aan boord. Oh. Oh, nou, ik kan dat echt een beetje te veel. Zitten we hier wel een beetje... Wat geweldig. Deze is wel heel erg overweldigend, jongens. Ik hoop dat we daarin mogen. Jij mag niet meer raar. Dit is een Ilyushin 18. Hij is van 1960. En het is het oude toestel van Honecker van de DDR. Het regeringstoestel. Echt waar? Ja, nou, echt waar. Ja. En daar mogen wij in? Ja, de geschiedenis is eigenlijk toen de muur viel tussen Oost- en West-Duitsland moest alles weg wat Russisch was. Hij ook. Een hotel voor 2 personen. Oh, echt waar? Ja. Wat geniaal. We zijn gekozen tot het beste hotel van Nederland. Wij kunnen echt, dit is echt wel een hele grote verrassing. Ja, grappig, hè? Doen we ons... Wij zijn er klaar voor! Het is echt een spectaculaire dag geworden zo. Je hebt goed gereden, Mo, maar nu kunnen we het aan de piloot overlaten. Kijk, dat wou ik horen. Komt verder. Komt u binnen? Nou ja, 6 brieven later. Waar zijn we terecht gekomen? Ja, in ons privé, in ons eigen privévliegtuig. Het is niet normaal, joh. Treed binnen. Hier. Kijk eens even. Flight 2020. Zonder passagiers, behalve ons. En we hebben nu een champagne. Hier staan de glaasjes op. Oh, het zijn echte champagne. Heb je 2 glazen? Nee, 1. Alleen voor mij. Ik mis er 1. Er zijn 3 tv's, zodat we vanavond de lockdown live kunnen meemaken. Nou, dat willen we liever niet, toch? Doet ja, het? 1, 2. 1, 2. Voor. Oh. Ja, je wordt dus echt enorm overweldigd van al deze liefde. Want je zal maar eens kinderen hebben die dat regelen, hè, met je man. Hè? Oh, nou, het is een beetje ielig. Een ielig gevuld. Het is niet echt de business class. Het mag best wat meer. Nou, meis, op onze laatste vlucht. Dit wordt echt... De GG2020 Corona Flight. Snoten. We hebben kaarsjes. We hebben een bubbelbad. We hebben ieder een eigen wastafel met rituals. We gaan zo de sauna in, Mariah, met onze champagne. Een douche. Ja, ik ben eventjes hier, want nou hier. En waar slaapt ons vanavond? Ben jij daar? Zullen we even gaan zitten met een glaasje? Ja. En dan hebben we daar nog een zeer uitnodigend bed. Dus we moeten niet te veel gaan drinken, want er gebeuren er rare dingen. Nee joh. Wat nee joh? Ja joh! Ja, zegt u het maar. De sauna is er bijna op 70 graden. Dat is gewoon precies goed. Het bad staat bijna vol. En jongens... Nou, we gaan zo dadelijk wel censuur uitoefenen. Oh, oh. Kijk. Zou het eten ook weer komen? Ik geloof om 7 uur. Ik geloof ook om 7 uur. Oh, kijk nou. Goedenavond. Nou, zeg. Geweldig. Daar gaan we van genieten. Eet u smakelijk. Gaat lukken. Dankjewel. Nou, jongens. De helft is warm. Oh, wat lekker. Gaan we gewoon daar het kleine tafeltje? Dit is natuurlijk een ingrijpend besluit. Voor docenten, voor leerlingen en studenten en voor ouders. Heb jij je wel eens heel erg misdragen? Ben ik blij dat je vraag voor Ja. Dat moet je ook zeggen. Ik vond het heel verliefd als ik zei. Er waren kinderen erbij. En ik was gewoon raadloos van verliefd zijn. En toen had ik te veel gedronken. En toen ging ik mijn blote billen in het zwembad staan omdat ik mijn billen zo verbrand had. Is dat misdragen? Ja. En jij dan? Ja, nee, ja, jij komt er mooi onder. Ik hoef niet. Nee. We zeggen het allebei. Nee. Nou dus krijgt zij er een, hè? Ja. Nou, ben je ooit aangehouden of gearresteerd geweest? Mogen we deze overslaan? En gearresteerd. Nee, gearresteerd. Jij ook niet. Ik ook niet. We slaan deze over. Oh, dat ik wel. Wat doe je als iemand voorkruipt? Oh, dat die is voor jou. Daar gaat niemand voorkruipen bij haar. Dat kan ik je zo vertellen. Schaat. Ben je al klaar voor de nacht? Nee, dat lang niet.
Oh god, wanneer gaan we nou landen? Waar zullen we toch al terechtkomen? Nieuw-Zeeland. Nee, Oeganda bij de gorilla's. Oeganda bij de gorilla's, ja, dat wordt de volgende vlucht. Nou, dan lig ik dan weer in mijn zilveren pyjama voor de goede opletter. Die weten wanneer ik die hier voor het laatst aan had. Ik wist niet dat ik hier terecht zou komen en ik heb hem alsnog aan. We hebben een dolle avond. En het is jammer, want als we ons weer wakker worden zometeen, dan is het klaar. Dan is deze hele nacht weer voorbij. Deze unieke locatie. In, waar zitten we nou? Ik kan niet onthouden. Teugen, met volle teugen. Moe maar voldaan en verrast, sprakeloos nog steeds, eigenlijk. Je bent soms gewoon, nou ja, wij zijn wel eens vaker jaloers op onszelf geweest, maar dan denk je, moet je nou eens kijken. Dat wat onze mensen thuis nou allemaal voor ons al maanden mee bezig zijn geweest. Onze kinderen en die hoofden van die mannen vanmorgen. Dat we hadden allemaal, ik denk, nou, ik ga met Annika in het hotel, want het havenbedrijf verloot uitjes. Staken ineens naast Mariah. En Mariah die dacht, al maanden geleden afgesproken, oh, we gaan met de boot van Fleur en Bart gaan we varen. Ze varen. Ik heb het de hele dag moeten horen dat ze zou gaan varen. Dus ik hoop dat iemand van de familie Jonkman van der Kaai dat oppikt. En dat alsnog, hè? Hè? Ja. Zeg maar ja. Zeg maar ja. Nee, dus dat Annika, dat ook nog een keer moet gebeuren. Heerlijk. Wat een gave plek is dit, nou, jongens. Nou, niks hoeft meer te gebeuren. Ja. Nee, en voor in die cockpit, die zijn maar aan het vliegen. Ga jij nog even een kopje Jullie thee maken je eigen tosties maar ervoor. En de pasta is op. Eerst de mensen uit de achterste galley. Dat we dat even weet zeggen. Oh, weet je nog niet? En dat doordat je fijn de zilveren pyjama. Oh. Pak mijn badjas maar. Schrik die man zich dood, joh. Oh, god. Oeh, goeiemorgen. De captain komt het ontbijt brengen. Dit is ook allemaal. Oh, dus vegetarisch. Ja, wat fijn. Oh, vegetarisch. Wat superleuk. Het is allemaal een beetje rondbotig. Nou, aye, captain. At your service. Kom maar, kruip er maar. Waar is je vlees? Ja. Het heb je lekker bij je gehad, dan heeft dat dat gauw opzij. Kijk, het zijn dan net geen ene pootjes, hè? Het is calling. De wekker ging om 8:50. Om 9:00 kwam het ontbijt. En nu moeten we als een razend... The flight is taking off in half an hour. Oh my god. En dame moet nog eventjes alles doen. Die zit alleen maar met iedereen te bellen. Ja! Dus raad wie er dadelijk op kan ruimen hier. Jij. Ja, zo zijn we niet getrouwd. Oh, ja. De laatste vlucht na 41 jaar werken als stewardess. Hier verwenden we niemand, maar zijn wij verwenden onze gezin. Wat een topplek om onze carrière uit te luiden. Wat een warm welkom, wat een heerlijke plek. Zoals we al jaren zeggen bij onze KLM, it was a memorable experience. Dank je. De Golden Girls on tour gaan vandaag nog even verder. Even de cockpit. Ja. We gaan even naar de cockpit. Ga je mee, Jan? Kom mee. Nou, ik ga gassen. Oh my god. Ik doe het echt, hè? Ja, de gym is open hier, hoor. De gym is open. Ja, nog een koffie. Ja, doe jij even de vaste... Ja hoor, alles gaat goed. Doe eens even op het knopje drukken dat we koffie willen. Dat was toch ergens hier? Oh, de vaste seatbelt aan. Cabin crew, prepare for landing. Koffie? Jan, is de koffie warm? Ja, wilt u espresso of wilt u gewoon? Wacht, twee keer bellen cappuccino. Cappuccino met havermout. Twee maanden. Ja. Cabin crew, take your seats. Die denkt, ik heb het gemist. Ik had ook stewardess moeten worden. Ja. Met een steward van me. Jan, het was geweldig. Ja. Jullie zijn ook geweldig. Die weg van Apeldoorn naar Deventer, dus die daar. Ja. Bij die bomen. Ja. En dan ga je naar richting Twello en dan staat op een gegeven moment staat bij de tweede. En de rest is alles dicht en stil. Want de lockdown is vandaag begonnen. Nou, hoe bizar kan het zijn? Yeah.
je nog wat zeggen? Ja, hoe ouder, hoe gekker. Ja, zeker. Dat heb je goed gezien. Ja, zoals je ziet is het dak eraf gegaan. Nou. Oh god, ik heb Marie Malon met mijn twee keer Marie Malon. En hier nou zijn dan ringeling, ding, ding, ringeling. Macaron van Toet en een truffel van Toet. Mm. Mm. En we doen halfie-halfie. Ja, het is een smaakexplosie. Ja, ja, dat krijgen we er ook nog bij onze tour. Ja. Dat was ook all-in-tour. Ja, hier moest je ook absoluut langskomen. Dat was allemaal geregeld. Oh, Feliz Navidad. We zijn er weer bijna thuis. Feliz Navidad. Weet je het niet? I wanna wish you a Merry Christmas. Het is alweer voorbij. Ja. Zijn we zo verrast. En nou moeten we het ermee doen, ons hele leven, maar het was all worth it. Nou, je kunt ons bellen, hè? Feest en partijen. We hebben de trolley staan. What happens with the Golden Girls? Stays with the Golden Girls. Goeie reizen! Dag! Doei!